En leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik heb vandaag een video die nieuw is op mijn kanaal. Ik heb hem wel eens gezien bij Lotte van de Budgetblog. En die doet het wel vaker. En het leek me een heel erg leuk concept om ook eens te doen. Jullie hebben het natuurlijk al kunnen zien aan de titel. Maar ik ga vandaag 10 van mijn budget beauty favorieten laten zien. Onder de 10 euro. Het zijn allemaal lekker betaalbaar. Ik gebruik ze met heel erg veel liefde. Dus ja, mocht je er zin in hebben, doe vast een duimpje omhoog. En dan gaan we gauw beginnen. Mijn haar wil vandaag trouwens echt niet meewerken. Dus let daar niet op. Ik ga in ieder geval beginnen met deze. En dit is de Nivea Men Aftershave Balsam. En ik denk dat jullie deze allemaal inmiddels wel kennen. Zo niet, dan heb je denk ik echt onder een steen geleefd de afgelopen jaren. Maar goed, deze gebruik ik bijna heel Beautyland als primer sinds Nikki Tutorials daar ooit mee kwam. Ik gebruik hem echt al tijden voor mijn make-up. En ik vind hem echt geweldig als primer. Ik breng hem zelf eerst aan. Dan ga ik naar de badkamer. Dan maak ik mijn beautyblender nat. Ga ik mijn tanden poetsen, dat soort dingen. Dan kom ik terug en is deze helemaal ingetrokken. En kan ik verder gaan met make-up. En ik merk echt dat mijn make-up er mooier op zit. Wat smooth. En ja, het ziet er gewoon veel mooier uit. En het blijft ook even wat langer zitten als ik deze heb gebruikt. Dus zeker een aanrader. Dan wat betreft wat dekking. Een favoriete foundation onder de 10 euro heb ik helaas nog niet. Maar wel een concealer. En dat is de Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Ik gebruik zelf eerder de Collection 2000 of de Collection concealer. Maar die is in Nederland niet verkrijgbaar. Dus die heb ik uit deze video gelaten. Maar dat is ook echt een top concealer. Deze van Catrice daarentegen is ook echt top. Ik heb zelf kleur nummer 20. Maar volgens mij is 010 ook best wel licht. Dus mocht je een lichtere huid hebben, dan kan je die ook zeker proberen. Wat betreft het afpoederen van mijn gezicht, gebruik ik eigenlijk altijd deze voor. En hij is ook echt alweer kapot. Echt, dat is wel het nadeel van deze poeder. Hij gaat altijd kapot qua verpakking. De poeder breekt ook redelijk snel. Maar hij is echt maar een paar euro. Het is de Essence All About Matte Fixing Compact Powder. En het is een witte poeder. En die is dus doorzichtig als je hem aanbrengt. En dat zorgt ervoor dat het dus niet zo cakey eruit ziet. Want als je bijvoorbeeld een foundation hebt en dan daar overheen nog een poeder met een kleur, kan dan het echt zo'n heel dikke cakey laag worden. Terwijl hierbij deze is dus doorzichtig. Maar het zorgt er wel voor dat het boel een beetje matteert. Dus daarvoor is het echt top. Het nadeel is alleen dus de verpakking en dat het ding heel snel breekt. Ik heb dus een geknapt adertje in dit oog. Mocht mijn ogen dus een beetje rood zijn of zo, dan snap je hoe het komt. Ik probeer er zo min mogelijk aan te zitten. Maar dan weten jullie dat in ieder geval. Wat betreft het gezicht heb ik dit palet van Makeup Revolution. En het is het Golden Sugar palet. En het heeft dus blush, bronzer en highlight tinten. Ik heb hem eerlijk gezegd al tijden niet meer gebruikt. Maar goed, dit is hem. Het is echt heel erg mooi. Het is echt een budget topper, vind ik. Hij is volgens mij rond de 9 euro of zo. Dus precies binnen het budget. En hij heeft dus een paar highlighters, een paar blush tinten. En dan ook nog eens contour en bronskunten. Heel erg goed gepigmenteerd. Echt heel erg mooi. Ik gebruik ze zelf eerlijk gezegd de laatste tijd eigenlijk nooit meer. Omdat ik gewoon mijn NARS Albatross highlighter veel gebruik. Mijn MAC blush heel veel gebruik. En mijn NYX contour palet. En die vallen gewoon allemaal niet onder deze prijskategorie. Dus ja, dit is zeker een budget oplossing. Dan ga ik verder met de ogen. En daarvoor heb ik dit palet. En dit is het I Heart Makeup I Heart Chocolate palet. Ik heb inmiddels volgens mij al 6 chocoladepalettes. Maar als ik er toch eentje moest kiezen, zou ik toch voor de originele gaan. En dat heeft deze kleuren. Ik heb hier ooit mijn allereerste kersttutorial ook meegemaakt. Met bijvoorbeeld deze tint. En ook die groene glittertint is heel erg mooi. Ook die tint is heel tof. Ja, je kunt hier gewoon lekker neutrale looks mee maken. Maar ook wel heel erg mooi en glitterig. Vooral die gouden tint. Echt, ik hou ervan. Maar goed, deze dus. En die is volgens mij ook echt 9,99. Dus precies in de prijsklasse. Maar deze oogschaduwen zijn gewoon ontzettend goed. En ook de andere palettes uit deze serie zijn dus echt top. Allemaal onder de 10 euro. Als jullie me al langer kennen, dan weten jullie dat ik gek ben op winged eyeliner. De laatste tijd draag ik het toevallig wat minder. Maar ik ben echt gek op winged eyeliner. En ik draag het heel vaak, periodes lang, echt iedere dag. En ik krijg zo vaak vragen welke eyeliner ik nou eigenlijk gebruik voor mijn wings. Omdat jullie ze altijd goed vinden zitten. En dat vind ik trouwens echt een heel lief complimentje. Maar dat is gewoon deze eyeliner van Essence. Dit is de Essence Liquid Ink Eyeliner in Waterproof. Ik gebruik gewoon graag waterproof oogmake-up. Ook mijn mascara zal je zo meteen zien. Want ja, we leven in Nederland. Het kan hier altijd ineens gaan regenen. Dus ja, vandaar. Maar deze is heel erg fijn. Hij heeft een kwastje in plaats van zo'n puntje. En ik vind het heel erg fijn werken. Hij heeft zo'n kwastje.
ja, ik ben er heel erg enthousiast over. Hij is echt maar een paar euro. En ik koop hem iedere keer weer opnieuw. Dan beloofde ik al een mascara. En dat is deze nieuwe mascara van Catrice. Dit is de Glam & Doll False Lashes mascara en waterproof. Maar ook de gewone waterproof mascara vind ik heel erg fijn. Het maakt me eigenlijk niet uit welke van de twee. Maar deze heb ik op het moment toevallig liggen. En deze heeft een beetje een schuin borsteltje. Als je het zo kan zien. Kijk, zo is die bol. En zo zie je dat hij een beetje rond afloopt. Aan de ene kant en aan de andere kant plat. Ik vind hem heel erg fijn. Hij heeft een siliconen borsteltje. Hij is echt een paar euro. En ik heb hem vandaag ook weer gebruikt. Hij doet echt heel erg veel goed voor mijn wimpers. Hij maakt ze mooi zwart. Geeft ze lengte. Geeft ze volume. Klontert niet. Ja, ik vind het echt een topper. Wat betreft de lippen heb ik hier een lippotlood. En heel vaak gebruik ik lippotloden niet. Maar toen ik dus mijn stash ging doorzoeken. Op zoek naar producten onder de 10 euro die ik jullie kon aanraden. Toen kwam ik deze tegen en dacht ik, ja, dat is echt een topproduct. En hier hoor ik eigenlijk niemand over, dus ik moest hem even toevoegen. Dit is namelijk de Kiko Creamy Color Comfort Lip Liner. Ik moest even de dop eraf halen, want ik heb hem dus al zover gebruikt dat het gewoon er niet meer helemaal op staat. En deze is dus van Kiko. Dit is de kleur 316 en dit is echt mijn favoriet van de stijl. Kijk, deze kleur is het echt heel... Hi, Mies. Kijk nou jongens. Mies heeft even aandacht nodig. Ik wil even gedag zeggen tegen de camera. Mag ik nou weer verder? Nou, Mies staat op schoot. Dus ik ga proberen gewoon verder te gaan. Maar goed, het was dus deze kleur. Daar ging ze. Die ik jullie wilde laten zien. Dit is de kleur. Ik vind hem echt geweldig. En deze lippotloden kun je heel goed op zichzelf gebruiken. Ze blijven heel erg goed zitten. Maar je kan er natuurlijk ook een kleur overheen aanbrengen. Ze zijn volgens mij 4, 5 euro. Dus zeker de moeite waard. Dan wat betreft de lippen heb ik ook nog deze van NYX. En dit is een NYX Soft Matte Lip Cream. Deze zijn 7,50 per stuk. Ik heb een hele stash vol met allemaal kleurtjes. Want ik ben er echt gek op. Mijn favorieten zijn op het moment Roma en Cannes. En ik heb hier de kleur Roma. En jullie kunnen wel een beetje zien dat deze kleuren ook wel een beetje overeenkomen. Kan je een beetje zien van wat soort kleuren ik hou. Hier heb je dus het lippotlood 316 van Kiko. En dit is dus Roma van NYX. Het zijn dus ook lekker herfstige kleurtjes vind ik. Dus ik draag ze op het moment heel erg graag. Maar goed, die zijn allebei echte budgettoppers onder de 10 euro. En dan om de video af te sluiten ga ik een fixing spray aan jullie laten zien. En dat is de NYX Matte Finish Fixing Spray. Dus dit is een matte variant. Ze hebben volgens mij ook een dewy finish spray. Die heb ik nog niet geprobeerd. Ik had namelijk hiervoor altijd die van de Ethos. Dat is ook echt een aanrader. Maar toen heb ik deze geprobeerd. Aangezien ik die vorig jaar van Ellen had gekregen in een swap. En die lag nog helemaal onaangeraakt in mijn stash. Aangezien ik dus die Ethos variant nog had. En sinds ik deze gebruik ben ik er echt helemaal gek op. En ik ging dus net opzoeken. Hij is rond de 8 euro. Dus hij past gewoon binnen het 10 euro budget. Dus ik moest hem even noemen. Ik denk dat ik hierna, als ik een nieuwe ga halen, de dewy finish variant ga proberen. Want ik heb een droge huid. Dus misschien dat die finish nog wel mooier is voor mijn huid. Maar ja, echt een aanrader. Dan waren dat alweer mijn 10 favoriete beauty producten onder de 10 euro. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie budget favorieten. Dus laat ze zeker in de reacties achter. En dan kunnen we elkaar weer helpen aan nieuwe budget toppers. En ja, hopelijk vond je het een leuke video. Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet je hieronder niet eventjes te abonneren. Als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie jij zo'n 3 keer per week een nieuwe video van mij verschijnen. Dus ik hoop je te zien bij mijn volgende video. Doei doei!